3, 2, 1. Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Kevin, zoals jullie weten. Vandaag speel ik weer eens Minecraft. Ik zal heel even in game mode 0 gaan. Dat heeft ermee te maken met deze aflevering. Hopelijk doen jullie even een duimpje omhoog. En laten we maar gauw gaan beginnen met waarom zit ik in Minecraft in een purple huisje waarvan ik al piespijn krijg omdat ik aan bubblesjes denk. Ik ga het jullie even uitleggen in 2 woorden. Nieuwe versie. Nou, dit is nog 1.9 en zo. Al die gedoetjes. Zoals jullie trouwens ook zien, ook mijn shield geprotect met Protection 4. En ik ga met jullie eventjes ergens heen. Kijk, dit is ook nog een 1.9 feature. Hier, doe dit. Hier, blaas de hele tering zo, joh. Wat zit hierin? Niks. Oké, okay, mooi. Ja, ik heb dus geen boom. Maar waar ik mee wil beginnen vandaag is eventjes uit te leggen dat er dus een nieuwe Minecraft versie uit is. Hij is nog niet helemaal uit. Het is een snapshot. Ik weet niet of het allemaal blijft. Maar als ik me omdraai nu, dan zien jullie een nieuwe future. Nou, weet je wat? YOLO. 3, 2, 1. Nieuwe vlog. Nieuwe Minecraft vlog. Holy shit. Oh, mijn bootje is ook al gezonken, zo te zien. Of hij zit gewoon zwaar gebukt. Maar dit zijn nieuwe Minecraft blokken. Krijg ik er eentje kapot met mijn hand? Ja. Dit zijn nieuwe Minecraft blokken, jongens. Hoe super tof. Netherward blok. Volgens mij als je deze in jouw... Nou, je hebt hier bone blocks. Dan moet ik eigenlijk een pickaxe hebben. Nou even in game mode 1. Pakken we ook gelijk even alle blokken erbij die dit nieuw zijn. Oh, jullie zien de naam al. Jullie zagen de kiespijn blokken ook al. Ja, ik ga het gewoon bubblicious blokken noemen vanaf nu. Mag. Blok. Netherward blok. Netherbrick blok. Hoe vet is deze? En we hebben een boomblok. Dit blok. Dit mooie boomblok. Kan jij vinden in deserts. Als jij gaat graven of in een cave gaat. Dan kan jij dus een skelet vinden van iets. En als jij zo'n. Volgens mij als jij zo'n boomblok omzet. Dan krijg je bone meal. En ik had al bone meal in mijn inventory. Nee, niet meer. Oké, okay, nou doe je dit. En dan heb je een boomblok. Dus het is niet echt heel speciaal. Als je gewoon 9 boomnieuw hebt, heb je ook een boomblok. Zo, even purple blok. Op. 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 Nou, mooi. En dit vind ik persoonlijk wel het mooiste blok dat er is. Het Red Nether Brick blok. Het Red Nether. Ook iets wat nieuw is. Als jij op zo'n magma blok gaat staan. Ja. Je krijgt damage. Trouwens, als je er geshift op staat, kan het. En als je op het randje staat, kan het ook. Maar jij krijgt dus damage als jij op die dingen staat. Oh, daar hoeven we nog niet in te kijken. Oh ja, dan heb ik het eigenlijk al verneukt. Maar zoals jullie al zagen, er zijn ook nieuwe spawn eggs. Elder Guardian. Je hebt de kat voor de liefhebbers. Een kat. We hebben een mule. Weet ik ook niet wat het is. Een donkey kun je spannen. Je kan een witte skeleton spannen. Alleen ik weet niet of dat al een andere versie zat. Zal ik dadelijk naar de opname zo even kijken. Je kan een stray spannen. Jullie zien zo wel wat dat is. En je kan een husk spannen. En een polar bear. Hoe super vet is dat? Die heb je meestal. Ja, hier, dat is gewoon zo'n fat beest. Dus dat is een Elder Guardian. Normaal had je je lucky block of zo voor nodig. Nu als je deze spant, heb jij gewoon een zombie horse kun je krijgen. Je hebt hier ook het skeleton horse. Nou ja, de kat. Voor de liefhebbers. Ik moet trouwens heel even mijn melk drinken, ook stink. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom hier. Kut kat. Nou, dan kill ik je maar. Jou ook. Dat is leuk. Nou ja, hier. De